Filmbusters wordt mede mogelijk gemaakt door Grolsch. Ik voel me nu echt de allergrootste loser op aarde. Ik kom maar door de grond. You have an awful voice, but it's really nice to listen to. En nu durf ik niet meer. De meest bizarre stunts en de meest ongeloofwaardige situaties komen alleen in films voor. Maar kan hetgeen je in een film ziet ook in het echt? Je zal nooit meer hetzelfde naar film kijken. Want wij gaan 8 weken lang tot het gaatje om dit voor jou uit te zoeken. Dit is Filmbusters. Oh, nou, dat was toch niet zo goed als dat je dacht, hè? Ik heb de tweede ronde gewonnen. Joost is uiteindelijk de terechte winnaar. Die heeft ook als beste het script geschreven. Op een overwinning. Cheers. En op de nieuwe film van deze week. In Hitch geeft Will Smith verschillende versiertips aan mannen die niet weten hoe ze vrouwen moeten versieren. Jullie eigen datingcoach gaat jullie klaarstomen om de film te busten. Werken de tactieken van Hitch ook in het echt? En lukt het jullie vrouwen te versieren? Ja. Zo, dit is wel even een drempel. Ja, heel eerlijk. Hoe lang is dit geleden überhaupt dat we een vrouw moesten versieren? Nou, ja, vorige week nog, man. Oprecht, ik denk dat we allemaal het wel een beetje zijn verleerd. Ik weet het wel zeker. Je zit er wel een beetje in die spiraal naar beneden. Ja. Maar hebben jullie ooit een soort van trucje gehad? Zo van, nee. Om een vrouw te versieren, dan doe ik dit. Ik heb nog nooit überhaupt een pick-up line gebruikt. Nee, toch? Nee, nee, ik ook niet. Jij wel? Het gaat altijd een beetje natuurlijk bij mij. Maar ik hoorde dat we onze eigen hitch krijgen. Dat zei ik voor je zo over net. Nou, dus ik ben heel benieuwd naar de tips die jij hebt gegeven. Onze eigen hitch? Maak je borstje maar nat. Ja. Hey Will Smith. Hey jongens. Kijk eens. Nou, hoe is het? Ja, ik wil beginnen met de vraag aan jullie. Wat denken jullie nou dat je moet zijn om aantrekkelijk te zijn voor een vrouw? Vooral jezelf, denk ik. Dat is eigenlijk wel een heel goed antwoord. En dat is precies wat er fout gaat bij veel mannen. Ja, de manier om dat op te lossen als je je zo meteen een beetje ongemakkelijk voelt. Ja, je vindt het super spannend. Ga dat niet helemaal binnenslikken, maar let erop dat je met eerlijkheid aanspreekt. Wat er ook door je heen gaat, of het positief, negatief, whatever is, spreek het gewoon uit. En durf een beetje brutaal te zijn. Dus als je haar een beetje wil plagen, ga je gang. En als je haar nummer wil, mag dat echt allemaal. Zijn er ook standaard zinnetjes die je altijd gebruikt? Ja, jou vind ik echt verschrikkelijk schattig, right? Dus dan zit er een beetje suspense in. Ja. En laat de nummers uitwisselen, we zien wel hoe het gaat. Worst case worden vrienden. Dus dan hou je het heel laagdrempelig. Worst case krijgen we een kind en dan ken ik hem niet. Maar echt worst case, hè? Ja. Maar laten we nummers uitwisselen. Ja, we hebben ontzettend veel informatie gekregen. We gaan hier vrouwen versieren. Ga ik beginnen? Ja, is goed. Ja. Als jij het heel graag wil. Nee, ja. Is goed hoor, ik begin wel. Ja, ik ga nu vrouwen versieren. Ik vind alleen de setting wel een beetje onwennig. Waarom? De keren dat ik vroeger vrouwen heb versierd, toen gebeurde dat moment in één keer. Weet je wel, dan ben je gewoon met iemand in gesprek en dan... Maar niet zo op de spot. En ook niet terwijl al mijn vrienden, of tenminste Martijn of Niels meekijken. Dan heb je gewoon geen pottenkijkers. Dat heb je nu wel. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Social Olympics. Joost gaat proberen een vrouw te versieren. Ik heb een hard hoofd in. Hij heeft wel hard getraind afgelopen jaar. Op de eerste meters is hij erg traag. Ik zie daar een vrouw aankomen in een leuk stippeljurkje. Ik ga het proberen. Hoi, mag je wat vragen? Ja, but I speak English. Oh, you speak English. No, I have to tell you, you have an awful voice, but it's really nice to listen to. Yeah, I really like it. She got a really nice voice. That's what I'm saying. It drives me crazy. English awful is very bad. Oh yeah, here it's very good. Like, verschrikkelijk mooi. Snap je? Oh, je spreekt een klein beetje Nederlands. Dit is toch pijnlijk. I can treat you on a drink. Just for you being so nice. I have to say no though. You have to say no. Okay. En nu durf ik niet meer. Joost durf ik niet meer. This is what we call blauwtje lopen. What does that mean? Having a... Fuck, how you say that? Een blauwtje lopen. Yeah. Hij maakt het alleen maar pijnlijk. Nee. Nee. Joost, wat doe je? I'm walking a blue. I'm walking a blue. Bye. Hey Joost, hoe vond je het gaan? Kon beter, kon slechter. Kon het nog slechter? Volgens mij kon dat niet slechter, Joost. Daan, de coach, die heeft nog even wat tips voor je. Yes. Yo, Joost, ja, kudos voor het proberen. Wat je beter nog kan doen is, ja, stap gewoon op een directe manier op haar af. Niet te zeggen gewoon wat er door je heen gaat, hè. Ook als je het spannend vindt, maar ook als je het knap vindt. En slow the fuck down. Adem diep. adem langzaam. Ja. Oké, Joost, stress eraf. We gaan het gewoon nog een keer proberen en zet hem op. Oké, iedereen ja, let op. Hij gaat niet op die dame afstappen. Sorry, ik moet het toch even zeggen. Wat heb jij een verschrikkelijk leuke uitstraling. Dat ging lekker hoor. Maar goed, ze zeggen 3 maal scheepsrecht, toch? 3 maal scheepsrecht, jongen. Kom op, deze is voor jou. Hé, hey, wat heb jij een verschrikkelijk leuk tuniekje aan. Dankjewel. Ja, het staat je echt, echt ontzettend leuk. Zit aan haar, dat is goed. Ja, woon je je hele leven al hier? Nee, naar Landsmeer eigenlijk. Oh, je komt naar Landsmeer? Oh, wat leuk. Heb je ook op paardrijden gezeten? Heb je ook een paardrij? Kutverhaal, wat een kutverhaal. Daar heb je toch heel veel van die paardrijscholen en zo? Nu ga je het verleuken. Nu ga je het verleuken. Ik ken iemand die daar dus op paardrijden zat. Vet leuk meisje. Maar goed, zou je het leuk vinden als wij nummers uitwisselen? En in worst case worden wij gewoon een keer vriendjes. Nee, dankjewel. Oh! Nee, dit doet zoveel pijn. Oh, je hebt een vriend. Ja. Als het uitgaat moet je me bellen, oké? Okay? Als het uitgaat moet je me bellen. 3 pogingen, 3 blauwtjes. Oh, ja. Wel echt de eerste 30 seconden waren echt zo goed. En toen ging je nadenken. Ja. Nee, dat is het helemaal. Jij ging nadenken, hij verloor zijn rust en toen was het gedaan. Toen was het klaar. Zal ik de volgende doen? Ja, is goed. Oh man, ik moet het nu gaan busten. En ik heb gezien hoe ongemakkelijk het bij Joost kon worden. En ik ben heel erg bang dat het bij mij ook gaat gebeuren. Hallo. Oh ja, Martijn. Zo jullie storen, hè? Stoor ik? Engels? Nederlands? Nee, jullie gaan me gewoon negeren. Oh! Zijn jullie Nederlands of Engels? Hij zit wel door. Oké. Nou, dat was een heel leuk gesprek. Oh, dit is lullig. Nou, zeg. Oké, dan moet ik hem even weer pakken. Hallo. Hij heeft beet, Even bij je zitten? Ja, sorry, ik zag je zitten. Ik dacht... Zat je net niet ook daar? Zat ik net ook daar? Wellicht. Zij heeft gezien dat hij net een ander probeert te versieren. Ja, dit is pijnlijk. Ik voel me nu echt de allergrootste loser op aarde. Ja. Misschien even een ander stukje van het park. Ja, dat lijkt me wel logisch als je een ander stukje gaat proberen, jongen. Hallo. Ja, sorry, ik zag je van een afstandje. En soms heb je wel eens dat je dan thuis komt en dan kun je zelf voor je kop slaan. Je denkt, had ik maar om een nummer gevraagd. En misschien is het heel direct. Ik dacht, misschien staat er voor open en dan kunnen we een keertje misschien wat afspreken. En als het niks is, dan is het niks. Toch? Ik kan het altijd proberen. Ja? Nou, dat vind ik heel leuk. Ja hoor. Ja hoor. Wat is je naam? Martijn. Wat is jouw naam? Sorry. En hoe weet jij? Ik heet... Kijk eens, nou leuk jullie te ontmoeten. 06. Wat een klasse. Nee, maar top. Ik hoop dat je hem hebt. Ja. Helemaal goed. Joejoe. Klasse. Ja, heeft het. Klasse. Super gedaan, dat vooral. Ja, echt going. Nee, going in voor de kill. Lekker pik. Ik wist wel dat ik op jou rekenen. Ik merkte gelijk, je hebt geen zin dat ik blijf hangen. Dus ik dacht gelijk, oké, dan moet ik het ook maar gewoon gelijk vragen. Ja, dat was goed. Dus. Je hebt een nummer. Lekker pik. Bam! Oké, jongens, ik denk dat het mijn beurt is. Dit is jouw beurt, jongen. Ja, ik heb nu Joost en Martijn in actie gezien. Daardoor is de spanning wel een beetje vergroot bij mij, omdat ik zie hoe het kan lopen. Ja, dit wordt wel echt out of mijn comfortzone, zeg maar. Succes, vriend. Ze speelt ketten, denk ik. Ja. Oké, jongens, dit wordt redelijk awkward. Ik ben leuk. 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 Gewoon een aardige gast. Gewoon 06 nummertje. Kom op, Niels. Kom op. Niels, je bent leuk. Je kan dit. Je bent leuk. Kom op. Kom op. Dit is zo kut, jongen. Sorry. Hi. Ik zou me vanavond echt voor mijn kop slaan als ik het niet zou zeggen. Je ziet er heel leuk uit. Dankjewel. Dat is heel lief. Ja, dit gaat goed. Dit gaat lukken. Dus... Oh ja, kan ik zitten? Oké. Ja, die nummer gaat binnen. Hij mag blijven zitten, die is binnen. Ah, ja, ik studeer geneeskunde. Oh, nice. En media-importeur ook aan de invloed. Of van die standaard kutgesprekken. Ik ga jullie niet verder storen, maar als je een keer wil afspreken, ja? Nou, zij wil echt afspreken. Ja, dit is goed. Dit is de meest smooth van de hele dag. Even kijken, ja. Niels, hè? Oh! Ja. Geen beetje spanning, gewoon nee, nul. Gewoon heel relaxed. Chapeau. Ja, echt. Pauw, pauw, pauw. Echt geoot. Geniet ervan, hè? Jojo. Lekker grap. Dit zag eruit alsof het als uit een boekje. Huh? Zij nodigt jou uit om erbij te komen. Ja, kom ons erbij zitten. Ja, dat kon niet beter gaan. Beetje af. Nee. Je merkt toch wel, je bent toch een beetje zenuwachtig. Maar ja, dat laat dat zien. Je bent een stoere gast. Het is alleen maar mooi als je laat zien van hé, ik durf ook gewoon kwetsbaar te zijn. Dat is een mooie combi. We hebben, tenminste, ik heb een hele hoop voor je opgestoken gedaan. Ik ook. Ik praat voornamelijk voor mezelf. Ja, graag gedaan. Was tof om te zien. Ja, ik zag jullie echt wel groeien, tak, tak, tak. We hebben nog mooie resultaten. Ja. Zeker. Dus, echt goed gedaan, hè? Maar ja, nu ligt het echt aan ons. Ja. Wij moeten nu de film gaan basten. Wij moeten nu de technieken die in Hitch voorkomen ook gaan doen. En kijken of ze echt werken in het echt. En een van die technieken die in de film voorkomt is een shock-and-awe techniek die Hitch uitlegt aan Albert Brennan. Ja. Hij moet opkomen voor de vrouw waar hij een oogje op heeft. Oftewel, zij wordt bekritiseerd en hij komt voorop. Wij moeten ook een vrouw gaan lastigvallen. Daar liggen mijn talenten. En dan sloept ons natuurtalent Niels in als Albert Brennan om voor haar op te komen en een nummer weg te trekken. Ja, ik heb ineens een gevoel dat Albert Brennan heel dik is. Kan dat toch? Nee, dus gaan hier staan. Iemand die voorbij loopt. Dan zeg je, hey joh, kun je nog even een keer leuk lachen? Heb jij stokken? Wat kijk jij ontzettend zuur? Het is zo pijnlijk, Rast. Wij hebben het kutter dan jij, Rast. We hebben echt het fucking chillen. We moeten in één keer... Gaan we kritiseren. Ik weet heel weinig op het moment. Oh, hier. Scherp, scherp. Let op. Sorry, maar... Ben jij nou echt bij de Bijenkorf aan het shoppen? Ja, snap ik. Maar dan heb je daar dus een keer iets wat gekocht. Ja. Heb je het nieuwsartikel niet gelezen? Zij gebruiken dus echt levende dieren om hun bontjassen. Ja, het is echt dierproeven, al die make-up en zo. Ja, nee, maar het kan echt niet. Sorry, het spijt me. Het is echt niet van deze tijd. Ja, jij draagt er nu aan bij, hè? Ik ben niet zo fucking irritant. Sorry hoor, maar... Is dat... Wat is dit nou weer? Wat zeiden ze dan? Ja, over waarom ik met een bijenkorftas loop. Bijenkorftas? Ja. Want? Ik spoor niet meer. Maar wat is het? Ja, je moet er niet serieus op ingaan, hè? Maar zit je aan de telefoon? Of, ja, ik zit aan de telefoon. Nou, dan blijf ik hier wel wachten totdat je klaar bent met bellen. En dan krijg ik misschien ooit je 06-nummer, maar misschien ook niet. Want als je heel lang blijft bellen, dan krijg ik ook helemaal niet ruimte überhaupt om te vragen of ik je telefoonnummer mag. Maar ik wacht gewoon. Want ja, nu lijk ik echt een creep als ik achteraan ga lopen. En ze is weg. Nee, ze is weg. Ik kom er door de grond. Super relaxed. Oh, dit is zo pijnlijk. Dit zijn wij relaxed. Ja, maar het is wel lekker als we dit samen doen. Dan kan je elkaar een beetje aanvullen. Dit is lekker chill. Oké. Ik zat zeg maar op scheidniveau 5. Ik ga nu naar 10. Wow. Wat ben jij aan het doen? Kan jij nog veel heftiger dan dit? Nee. Sorry. Heb je net besteld bij Sushita? Ja, afgehaald. Heb je dat nieuwsartikel niet gelezen? Jongens, over echt niet. Mensen die... Nee, mag ik heel wat zeggen? Mensen die vis eten, je verpest eigenlijk gewoon het hele milieu. Al dat plastic. Je hebt vega. Ja, maar zij werken er wel mee, hè? Ze werken er wel aan mee. Ja. Je support ze nu wel financieel gezien. Ja, sorry, ik vind het echt wel leuk. Ik vind het echt... Vega is hartstikke goed, hoor. Waar heb je het gekocht dan? Oh, is die lekker? Ja, zeker. Een beetje een brutale vraag, maar als je... Lijkt me wel eens leuk om samen een keertje te eten. Nou, ik ga nu naar mijn vriend toe. Ah, sorry. Maakt niet uit. Sorry. Nou, heel veel plezier. Dankjewel. Ja, doei. Niels, vertel, hoe ging dit? Dit moest. Is het gelukt? Ja, tuurlijk heb ik een nummer. Ja? Nee. Oh. Wat dan? Nee, ja, ze heeft een vriend, man. Ze gaat nu eten met een vriend in het park. Dus... Ja, tuurlijk. Ja, we gaan er wel even checken, inderdaad. Niels. Ja? Samen dan met lege handen. De setting creëren. Is natuurlijk super ingewikkeld om uiteindelijk een gesprekje te krijgen die eigenlijk ook in het park had kunnen voeren. Ja. Maar het gesprekje komt er, dus uiteindelijk is de numbers game. Als we hier nog 3 uur staan, heb jij uiteindelijk een nummer. Eens. Overtuigd. Maar ik zeg dat we nu jouw hitchie gaan uitvoeren. Helemaal goed. Ja? Mijn hitchie. Ja. Wat was het dan weer? Jouw hitchie is heel simpel. Niels en ik vallen een dame lastig die lekker op het terras ergens zit. Ja. En jij swoept in als haar boyfriend, die je niet bent, maar dat doe je om ons in. Maar jullie gaan haar heel irritant versieren. Ja, dus ik ben mezelf en jij moet een beetje je best doen. Joost, hoe gaan we dit aanvliegen? We moeten echt irritant zijn. Hè? Ja, ik denk gewoon... Heel dominant, irritant, vervelend. Gewoon heel direct. Ja. Relaxed, ben je onbeschoft. Oelala. You look good. You look very good. I see you like us too. You like us? Take a seat. No. No? Why not? Because I like women. I'm sorry? I like girls. You like girls? Yeah, we too. We are girls. So what are you doing tonight? Having a chill with us, right? No. No? Why not? We're beautiful girls, right? Come on, girl. Look at us. Yeah. I think we should look for something. Hey, schat. Sorry dat ik een beetje laat ben. Vallen jullie lastig? Is your boyfriend? Yeah, we know each other. Oh, then I'm sorry. No, it's okay. Sorry. Okay, it's alright. It looked like it was not a good situation. I thought I help you out and I bought you a beer. Oh, thank you so much. So you're okay now? Well, I was just to get rid of them. Oh, you told them you were into girls. Yeah, I saw that from over there. So. No, I'm engaged. So. Congratulations with your engagement. Hoe ging dit? Ja, dat ging best wel oké. Alleen, ja, ze had een kind en ze was engaged, dus ja. Ja, dat wordt dus lastig. Schild van vrouwen toch? Nee, dat zei ze om jullie. Ze ging mij vertellen van. Ze ging me tegen mij vertellen. Ja, ik heb tegen ze gezegd dat ik op vrouwen viel, dus toen zijn ze weggegaan. De scène die ik moet gaan busten. Is een scène waarin Will Smith de bar in loopt en daar staat een vrouw omringd door mannen. Hij geeft haar €20 en bestelt zijn favoriete drankje en loopt weg. En die vrouw huppelt erachteraan van hallo, ik ben geen barvrouw. En zo weet hij haar zeg maar uit die mannengroep te trekken en haar nummer te fixen. Wie is het slachtoffer? Deze twee. Is er geen plek? Nee. Geen plek? Geen plek. Geen plek? Geen plek voor vier. Geen plek? Hallo. Shit. Ja, maar moeten we dan zitten, dames? Waar gaan we dan zitten? Ja. Daar ben je dan zitten? Mag ik dat vragen? Ja hoor. Mag ik jou twee gin-tonics bestellen alsjeblieft? Dankjewel. Huh? Jij gaat gewoon zitten? Ik denk dat jij werkt. Ik werk hier niet hoor. Ja, sorry. Ik probeerde je gewoon een beetje uit de omgeving van deze jongens te trekken. Ik wil je helemaal voor mezelf hebben. Even lekker bijpraten. Oké, nou. Mag jij tracteren op een gin-tonic? Ja. Ja? Is er nog een plekje voor ons drieën? Dan tracteer ik. Weet je wat, als we nummers uitwisselen, dan kan ik wel gewoon... Wij zijn met z'n tweeën. En jij, ben je alleen? Ja, ik ben alleen. Ja, ik ben alleen. Ja, ik ben alleen. Ik ben alleen lekker aan het drinken in de pijp. Ja, klopt. Doei. Dit is wel weer flink afdruipen hoor. Dit ging alles behalve als in de film. Nee, maar heel eerlijk. Die €20. Dat moest ik bijna op de arm leggen, want ze nam het niet aan. En op een gegeven moment loop ik door het terras op naar een tafeltje. Sta ik 3 minuten bij een tafeltje zo die gereserveerd is. Ik kijk om. Ja, ze komt niet achter me aan, gast. Ik denk, nou, dan loop ik maar terug. Maar hoe ging dat gesprek dat we weg waren? Ja, goed. De vraag was, werkten de tactieken van Hitch ook in het echt? Precies. En als je die vraag zou willen beantwoorden, dan zou ik ergens zeggen... Het zou hebben gelukt als we meer pogingen hadden gehad. Maar goed, we hebben het niet bewezen, dus we kunnen eigenlijk niet echt zeggen dat we het gewust hebben. Maar goed, ondanks alles was het een leuke dag. En we hebben ook iets leuks voor jullie, namelijk 10 Grolsch filmpakketten met erin 5 bioscoopkaarten en een volledig verzorgd Grolsch prijspakket. Ga naar www.moviesexplained.nl en maak kans. En laat ook even weten in de comments of jij ook anders naar deze film gaat kijken. En laat vooral ook even in de comments weten als jij een hele goede openingszin hebt. Ben ik wel benieuwd naar. Ben ik ook benieuwd naar. Gaan wij misschien nog wel een keertje testen, maar dan weet heb ik er wel wat aan. Later. Denk ik niet. Later. Filmbusters werd mede mogelijk gemaakt door Grolsch.